Nota van uitgangspunten Rijs-Pompenburg. Voor de PVV is de sloop van 226 kwalitatief goede woningen tijdens deze wooncrisis het breekpunt om tegen deze nota van uitgangspunten te gaan stemmen. VVD-wethouders Curvers, op sociale media inmiddels berucht als hashtag Bas de Bulldozer, is weer met zijn core business bezig. Slopen, slopen, slopen. Overigens, Leefbaar doet in de wandelgangen en tussen regels door wel een beetje kritisch voor de bühne. Maar Leefbaar is eigenlijk net als de VVD. Maar goed, dat hebben we ook met Feyenoord City Stadion gezien. Goed, voorzitter. Prima om hoge torens te bouwen, maar het monumentale Pompenburg laat je staan. De meeste bewoners van Pompenburg zullen er qua woonoppervlakte en bezonning flink op achteruit gaan. Daarbij komt nog dat ze zeker 10 jaar in de bouwoverlast zitten. Sommigen van hen moeten eerst verhuizen naar de Kooltoren, om vervolgens na 4 jaar terug te verhuizen naar Rijs. Vandaag hebben we geleerd dat ze niet mogen blijven wonen in de Kooltoren. En wat, gelijke vraag aan de wethouder, en wat als de planning op papier niet helemaal aansluit op de praktijk? Wat als de bouw nog veel langer duurt? Wat als toch blijkt dat de torens niet gebouwd kunnen worden vanwege bijvoorbeeld de metrotunnel die er langs loopt? Voorzitter, te veel haken en ogen, te veel onzekerheden rond Rijs over de rug van de bewoners van Pompenburg. Wederom wordt de gewone Rotterdammer het slachtoffer. Ditmaal zijn het 226 gezinnen in gebouw Pompenburg die de speelbal worden van projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en een wethouder met vooral oog voor het grote geld. Schandalig, voorzitter. Samenvattend, laat de bewoners van Pompenburg wonen waar ze nu wonen. Slopen van huizen doe je niet in een wooncrisis en die torens, die bouw je maar ergens anders.